luistert naar een Haarlem 105 special. Ik ben Inco Binders, eigenaar van Vis & Co. We staan op de Grote Markt met Haarlem Culinair, omdat we toch heel graag ook, ons aan een zo groot mogelijk Haarlems publiek willen laten zien. We hebben prachtige Gile Doe-oesters. Het mooie van Franse oesters is dat ze daar het cultiveren wat beter doen. Waardoor we eigenlijk ook in deze periode een perfecte, goed gevulde oester hebben. Ja, wat ik nu voor me heb is een garnalencocktail met schuim van kokos en limoen. Wat komkommer, maïs en krokante aardappel en curry erdoorheen. Nou, het ziet er heel mooi uit. Het zit in een plastic hoog glaasje. En je ziet echt de lagen erdoorheen. Dus het is een beetje alsof je op de zeebodem kijkt en dan eigenlijk de zee doormidden snijdt. En van de zijkant gewoon even een kijkje krijgt. Heel erg lekker. Vooral de curry proef je er heel goed in terug. Ja, de garnaaltjes, wat kan ik ervan zeggen, die zijn altijd lekker. En zeker ook hier met die combinatie dan van curry en het schuim. We hebben een gerechtje van school wat helemaal in het seizoen is. Hoor hem eens even tetteren. Wat helemaal in het seizoen is op dit moment. Met een puree van aardpeer en een vinaigrette van rode grapefruit. Ja, maar, jullie zijn een visrestaurant, maar in hoeverre moet je rekening houden met het seizoen met een evenement als deze? Nou, kijk, vis is een seizoenkwestie. De schollen zijn nu fantastisch, maar ze zijn eigenlijk pas sinds een week of 4 kunnen we er weer mee werken. Dat ze echt mooi dik zijn en vol van vlees. En in januari, februari, dan is die schol alleen maar mager. Is het visvlees, is slap, dus dan kun je dat helemaal niet eten. Dus dat is helemaal niet lekker. En we hebben een gerechtje van tonijn met sesamzaad geroosterd, met kersen, prachtige grote Hollandse kersen, maar dan hartig klaargemaakt. Met een klein beetje citroensap, een klein beetje rode peper, koriander en een klein beetje hoisin-dressing. Dus we zijn een beetje best wel Aziatisch dit jaar eigenlijk, maar heerlijk licht en verteerbaar. En dan gaan we nu naar de tarbot en de gerookte paling. Een warm gerechtje. De geur, vis ruikt altijd, dus je ruikt dit ook meteen. En ik ga gewoon een hapje nemen. Het is heel zacht. De paling is echt gewoon, hij glijdt van je vork af. Er zit een teriyaki sausje bij. En dan gaan we nu de tarbot proeven. Dan moet ik even een mes ervoor bijpakken. Een witte vis. Ja, wat kan ik zeggen, de combinatie ook van het sausje, de tarbot en die paling. Heel erg lekker, zeker een aanrader als je bij Vis & Co gaat eten. Ah, hartstikke bedankt en ik wens je nog heel veel succes deze week op Haarlem Culinair. Ik heb nog één vraag, vond je het lekker? Ja, ik heb genoten.